Ik ben Cora Dellebeke. Ik ben sinds 1986 verbonden aan het Zeeuws Orkest. Ik ben in het begin slagwerker geweest en vanaf 2000 ben ik de vaste paukenist van het orkest. Daarnaast heb ik als werkzaamheden ben ik dirigent van de fanfare onder uit Nieuwe Sint-Joostland. En tevens geef ik bij diverse verenigingen slagwerkles. Nou, ik kom vandaag uit Limburg, uit Ippervoort, de firma Adams. Mede door hun, door dit bedrijf, is het mogelijk dat we dit concert gaan doen. En ik ben vandaag om heel de opstelling geweest voor het concert in november met het Zeeuws Orkest dat ik ga spelen van de componist Mio, het slagwerkconcert. En zoals je ziet, we zien nu niet alles, maar dat bestaat nogal wat uit wat. Dus we hebben vier pauken nodig, ik heb een grote trom nodig, ik heb een bassdrum nodig, dat wil zeggen wat ik met mijn voet, vanuit de drumstel heb ik nodig, we hebben de tamtam nodig, drie tommen, we hebben castagnettes, koebellen, slagbekkers, dus een hele batterij aan slagwerk. Of ik het kwijt kan op het podium? Natuurlijk kunnen we het kwijt op het podium, maar we moeten wel even kijken welke kant we gaan zitten. Een solist staat natuurlijk altijd voor het orkest. Dus dat zal deze keer ook zo zijn. Dus de strijkers zullen wat in moeten schikken, maar dat komt vast helemaal goed. Heel mijn opstelling staat hier in de garage, omdat het logistiek niet mogelijk is om dat thuis op te stellen.